Ja, groot politiek nieuws uit Sint-Niklaas, want SPA-voorzitter Freddy Willocks wist ons het volgende te vertellen. Spijtig genoeg hebben SPA en Groen moeten vaststellen dat een open en loyale samenwerking met de top van de SOS-beweging niet mogelijk is. SPA en Groen hebben dus het kartel met SOS 2012 opgeblazen. En daarom hebben wij het gezicht van die politieke beweging bij ons uitgenodigd. En dat is natuurlijk schepen Wouter van Bellingen. Ja, waar is het fout gelopen, meneer van Bellingen? Goedemiddag. Ja, ik denk het is fout gelopen. In elke relatie maakt beide partijen fouten. Eigenlijk laat ik toe dat we fouten gemaakt hebben. Welke fouten waren dat? Ja, een beetje rond communicatie en dergelijke. Maar het gaat eigenlijk feit om het feit dat het... het is eigenlijk... Zulke fouten zijn toch niet zo zwaarwittig om zo'n mooi project dat we hebben voor ons Sint-Niklaas op te blazen. In elke relatie worden er fouten gemaakt. Maar het is niet van die aard dat eigenlijk inhoudelijk verder samenwerken onmogelijk zou moeten geweest zijn. Ja. Dus nog altijd zijn we van de partij om het belang van de stad, het positief project dat we nu al 6 jaar eigenlijk goed vervullen, om te laten verder gaan. Ja, maar toch vindt dat de voorzitter van SPA uit Sint-Niklaas, Freddy Willocks, toch vindt hij voldoende redenen om toch dat kartel op te plaatsen. Het is het gevolg van een hele reeks van kleine en grote spanningen die de ene na de andere kwamen en waardoor we hebben gezegd, op deze manier kunnen wij niet voluit campagne voeren. Campagne veronderstelt samenhang, ploeggeest, vriendschap en ons allemaal scharen achter één kandidaat-burgemeester, namelijk Christel Geerts. Die samenhang en die vriendschap en die ploeggeest, die was niet aanwezig aan hun kant. Ja, er wordt u wel wat verweten, hè, meneer Van Bellingen? Ja, ik denk dat we altijd loyaal geweest zijn, zowel binnen het kartel als in het bestuur. We hebben ook altijd afspraken nagekomen, duidelijk wezen. Bijvoorbeeld op de persconferentie oktober vorig jaar en normaal herhaald op de receptie dit nieuwjaar, heeft gezegd geweest dat de energie van de lijst eigenlijk geen belang heeft en dat de eigenheid van de partij kon spelen en beweging in het geval. Dus ik ben een beetje verwonderd en geschokt, omdat we altijd constructief hebben samengewerkt, zowel binnen het kartel als binnen het bestuur. En ik zeg het nogmaals, eigenlijk heeft niemand baat bij, vooral ook de bevolking van Sint-Niklaas niet, dat dit mooie project, dat voor Sint-Niklaas toch wel goed werkt, dat dit eigenlijk niet verder kan gaan. Ja, we hadden graag alle partijen hier rond deze tafel gehad, maar we kregen wel het volgende persbericht doorgestuurd, want ze wilden niet komen. Ik zal het eens kort voorlezen. Dat SOS ontgoocheld is en het anders ziet, begrijpen we. Maar we willen de discussie niet in de media voeren. De redenen zijn hen voldoende toegelicht. We hebben gisteren in een persmededeling gezegd wat we wilden zeggen en willen vooral de serie bewaren. Freddy Willocks, Jan van Petegem en Wout de Meester. Ja, ik voel, we willen de sereniteit bewaren. Misschien zien zij ook nog een opening, of wat denkt u? Wel, het is eigenlijk zo, wat een normale afspraak maandag, dat we nu zaterdag gingen samenzitten om een paar zaken uit te praten, wat eigenlijk normaal is in een relatie, om dan te kijken wat de volgende stappen zijn. Nu, gisteren was een persconferentie, we waren er allemaal door verrast. U wist van niets? Ik ben ingelicht door de pers dat het een persconferentie was. Kwaad bent u daarvoor? Ik ben vooral ontgoocheld. Hè. Ik zeg het, voor mij persoonlijk is dat minder een ramp, maar ik vind het ongelooflijk jammer voor onze stad Sint-Niklaas. Hè. We hebben 6 jaar hard gewerkt met een goed positief kartel, met een goed positief project, die toch wel resultaten heeft geboekt op veel vlakken. En ik ben overtuigd dat de toekomst ook dit project belangrijk is voor de stad Sint-Niklaas. Ja. En dit maakt me eigenlijk wel heel triest, omdat ik overtuigd ben dat mensen goede wil altijd wel een weg vinden. Ja, maar wat er dan de SPA weer triest maakte, was bijvoorbeeld een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie, waarbij zij alles betaald hebben omdat jullie de middelen niet hadden. En een week later organiseren jullie vrolijk zelf ook een nieuwjaarsreceptie. Het is raar, maar we hebben dat niet gedaan. Ik vind het heel vreemd. Dat is een onwaarheid eigenlijk. Want we hebben geen aparte receptie gedaan. Dus ik weet niet wat de informatie vandaan komt. Maar we zijn uitgenodigd door SPA en Groen. We zijn er aanwezig geweest met een delegatie. Ja. We hebben er acht genomen. We hebben er ook, dat is ook een goede receptie volgens mij. Maar wij zijn een kleine beweging. Wij hebben niet de middelen of de steun van de Nationale Partij. We moeten onze middelen goed besteden. Een receptie vonden wij zelf geen goed idee. En daarom hebben we wel deelgenomen als bezoeker. Maar we hebben zelf nooit receptie gegeven achteraf. Dus een totaal misverstand. En dan de dreiging dat jullie zelf een campagne zouden willen voeren, volledig op jullie zelf. Wat vindt u daarvan? Well, we hadden afspraken gemaakt, in het verleden ook al, dat ieder eigenlijk binnen zijn eigenheid mocht zich profileren. Dus uiteraard ook een kartel. Niet tegen elkaar in. Ik heb afgelopen maanden nergens gemerkt dat we dat gedaan hebben. Waarom hebben we dat niet gedaan?
wel overtuigd zijn dat het project dat we gezamenlijk hadden, dat heel sterk was. En vooral ook noodzakelijk voor onze stad. Hè. Ja. Het is een project, denk ik, dat we nog altijd... ik ben gisteren aangesproken geweest door mensen die zeggen van, ah, kijk, dat is toch wel spijtig dat dit nu zo plaatsvindt. Ja. Ik zeg, ja, ik ben even like u geschokt, want er heeft niemand baat bij. Ja, en een project moet in groep gebeuren. Voilà. Groen ziet dat zitten. Maar jullie willen toch altijd toch dat eigen verhaal vertellen. Is dat niet begrijpelijk dat ze kwaad zijn? Ik denk dat als je afgelopen jaren bekijkt, heeft Groen zich ook al geprofileerd op goede standpunten. Wij op ons eigen standpunt en SPA op zijn eigen standpunten. Dus dat is eigenlijk de kracht van een kartel, is eenheid en diversiteit. Hè. En dat is toch altijd wat we hebben gestreefd. We hebben nooit eigenlijk deloyaal, we zijn eigenlijk al loyaal geweest. Hè, in ja. al onze beslissingen, ook communicatie toe. Het feit dat we gisteren geen perscommuniqué hebben verstuurd, dat we eerst wat we praten onder elkaar en we willen ons altijd positief opstellen, de hand uitreiken, omdat we echt overtuigd zijn dat Sint-Niklaas geen boodschap heeft aan een opbod. Hè. Maar toch was er die druppel voor meneer Willocks. Als we eens kijken, de voorstelling van 3 nieuwe kandidaten, waaronder ook oud-groen gemeenteraadslid Edwin Foubert. Hoe reageert u dan daarop dat dat voor hem de druppel was? Maar ik denk, het is volgens mij ook een geval geweest van rekenkunde van de verkozenen en ambitie van personen. Hè. Waar we altijd hebben gezegd van kijk, we gaan kandidaten aanbrengen om een kartel te versterken. Hè. En hoe kan nu iemand die sterk is voor een kartellijst een gevaar zijn? Integendeel, je moet je zorgen dat je als positieve groep versterkt. En waarom? Zij hebben plots zelf beginnen individueel te denken? Of? Well, ik kan alleen maar vaststellen dat wij hebben mogelijkheden dat niet meer welkom waren. Terwijl we altijd loyaal zijn geweest, altijd hebben samengewerkt, nog blijven willen samenwerken, want het is duidelijk, wij verwachten altijd nog een gesprek. Een persconferentie is niet de manier dat je met relatie omgaat. Je moet het uitpraten als volwassen mensen. En als volwassen mensen ook bekijken wat er gebeurt, maar ik heb tot hiertoe, ook vandaag niet eigenlijk, de mogelijkheid gehad om een gesprek aan te gaan. Nee, terwijl je zegt, ik wil loyaal blijven. Ja. En je zal dat ook moeten blijven, want tot oktober moeten jullie nog samenwerken. Dus dat is geen probleem. Ik denk, we hebben een project, een belofte die gemaakt aan onze kiezer in 2006. We gaan een project maken voor de stad Sint-Niklaas, samen met onze kartelpartners, maar ook met onze coalitiepartner. En we hebben de plicht om het goed uit te voeren. En het was ook onze ambitie om de komende 6 jaar, een beetje in de geest van eigenlijk Maurice Copieters, de Bastelier, Freddy Willocks en Jos Gijsels, om dat signaal dat eigenlijk gegeven is, van positief en ook ambitieus te willen blijven invullen. En we zijn nog altijd nog paraat om het nog signaal ook te blijven geven de komende 6 jaar. Ja. Progressief, met een duidelijke boodschap, maar vooral ook voor de stad Sint-Niklaas. En vooral ook met een eigen lijst? Nee, dat is nog niet aan de orde. We gaan praten. En als blijkt dat het niet kan gepraat worden, gaan we terug onder elkaar bespreken en gaan we terugkijken wat de volgende stappen zijn. Maar voor alle duidelijkheid, de eerste mogelijkheid is, de eerste zaak is, praten met elkaar en kijken of we nog kunnen verder gaan voor een progressief project voor Sint-Niklaas. Oké, dank u wel, meneer Van Bellingen. Dank u.